even gewacht. Wij gaan verder met een beetje kabaal op de achtergrond, want ze zijn weer aan het werk. En we gaan verder met de instructie van lezen en begrijpend lezen. Het is ondertussen woensdag 27 januari. En even kijken. Gisteren hebben jullie gewerkt met deze tekst. En daar gaan we vandaag mee verder. Jullie hebben namelijk gisteren een schema gemaakt met de tekst Wat is een regenwoud? En het schema ging over de bekende informatie en de nieuwe informatie. En als je even met mij meekijkt naar deze tekst, gaan we daar even naar kijken. Het was namelijk de tekst Wat is een regenwoud? En eigenlijk was het een hele korte tekst, waar wel wat moeilijkere woorden in stonden. Dus je moest jezelf uitdagen om het goed te begrijpen. Als het goed is, heb je nu een soort van samenvatting gemaakt. Want daar heb ik een foto van gezien en die heb ik ook van de meesten gekregen. Dat is heel fijn. Dat schema geeft eigenlijk aan, als je heel veel informatie had gezet aan de kant van de bekende informatie, dan was het dus vaak al informatie die je al wist. En dan wist je dus ook al veel over het onderwerp. Had je heel veel informatie aan de nieuwe kant staan, dan betekent dat dus dat je over dit onderwerp nog wat minder weet. Dat is voor jezelf wel heel belangrijk. Je weet dat we bezig zijn met doorlezen de wereld ontmoeten. En toevallig heb ik vandaag om 11 uur een afspraak met iemand. En dan wil ik weer wat nieuwe werkvormen vragen waarmee we aan de slag kunnen. Die hopelijk ook kunnen zolang jullie nog thuis zijn. Wat altijd namelijk heel belangrijk is, is dat je het leuk vindt om dit soort teksten te lezen. Daarom probeer ik ook altijd op zoek te gaan naar dingen die je leuk vindt. Naar informatieve teksten, naar leuke teksten, naar spannende teksten, uitdagende teksten. En als je daar tips over hebt, mag je me dat natuurlijk altijd even zeggen. Stuur me dan een mailtje, stuur me bijvoorbeeld een interessante tekst door en ik kijk of we daar iets mee kunnen. Voor vandaag gaan we nog één keer aan de slag met dit boekje. En als je daar namelijk de tekst van Wat is een regenwoud hebt gelezen, dan zie je dat er nog twee teksten over zijn. Namelijk de achterkant Soorten regenwouden. En als je hem openklapt, de tekst van apen en aapjes. Wat wil ik je nu vragen? Ik wil je vragen om hier een poster van te maken. Je gaat dus eigenlijk een soort van postercollage maken over dit onderwerp. En je mag dat op je eigen manier doen. In het midden schrijf je de titel. En je mag daar zelf een titel aan geven. Bijvoorbeeld soorten regenwouden of het leven in een regenwoud of een regenwoud. Of meer toegespitst op de dieren, dat mag ook. En dan ga je daarbij schrijven en bij tekenen. Maar je mag ook de plaatjes gebruiken van dit boekje. Moet je alleen even kijken, want hier zaten twee dingen op elkaar geplakt. Dus dat had juf Hanny gedaan om het wat makkelijker te maken. Maar je kunt dus gewoon, als je zegt van nou, ik wil toch deze aap erop hebben, mag je die best gewoon uitknippen. En als je zegt ik wil dit plaatje van het regenwoud hebben, mag je die ook knippen. En dan plak je die op je blad erbij. Dit wordt dus jullie eigen poster over het regenwoud. Je mag ook op internet zoeken als je nog meer informatie wil vinden. Dat vind ik natuurlijk altijd alleen maar mooi en goed. En ik wil je vragen om me daar een foto van te sturen. Want ik ga proberen om die morgen in de les ook met jullie te delen. Want dat vind ik natuurlijk wel heel leuk. Dus, jullie gaan aan de slag. De kinderen die in de noodopvang zitten, zal ik ook een foto van maken. Niet van de kinderen natuurlijk, maar van de poster van het regenwoud. En ik zal dat dan morgen donderdag met jullie delen. En dat is ook tevens de huiswerkopdracht voor vandaag, de thuiswerkopdracht. Maak een poster over deze tekst en stuur mij die als foto op. Maak er iets moois van. Gebruik stiften, gebruik tekeningen, gebruik woorden, wat je wil. En dat doen jullie op school altijd super goed. Dus ik weet zeker dat jullie dat thuis ook lukt. En het is jammer dat ik nu geen tijd heb, want anders zou ik hetzelfde gaan doen. Want ik vind het ook gewoon heel leuk om te doen. En ik word er ook altijd wel enthousiast van. Dus ik ga ook strakjes weer op zoek naar andere nieuwe teksten, zodat we volgende week ook weer nieuwe teksten hebben om mee aan de slag te gaan. Deze week hebben we dus nog even het onderwerp regenwoud, natuur en op leven en dood, wat hoort bij het thema van wereldoriëntatie. Oké, dus je kunt aan de slag. Doe je best, je maakt dat ik enthousiast ben. Het liefst had ik jullie natuurlijk nu allemaal om me heen. Dat gaat even niet. Dus maak er thuis iets moois van. Overleg, maak het misschien samen met je ouders, samen met je broer of zus. Samen met iemand anders van thuis. Misschien kun je een keer samen met een klasgenoot afspreken. En maak er iets moois van. En ik ben heel benieuwd naar de resultaten. En dan als allerlaatste. Dan heb je waarschijnlijk nog tijd over. Kies een leuk boek. Kies een interessant boek. Kies een spannend boek. Ga er zeker 10 tot 15 minuutjes even lekker in lezen. Ga lekker op de bank zitten. Ga in bed liggen. Pak een kussen.
Ga lang uit op de grond liggen. Dat wat je fijn vindt. En lees even lekker in dat boek. Want dat is heel belangrijk voor je woordenschatontwikkeling. Nou, dan kun je aan de slag. Heel veel succes. En we zien elkaar morgen. Of we spreken elkaar morgen weer. Sowieso in de klasvergadering. En ook via de filmpjes natuurlijk. Succes! Doei!